Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, hotels in Nijmegen. Dit jaar kwamen er alweer zeker 3 bij. Maar is dit wel echt nodig? Vandaag vragen we het volk om advies. What the fuck say? Hati, 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 ho. Hati, 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 ho. Hati, 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 ho. What the fuck say? Voordat we de hotelwereld van Nijmegen induiken, nemen we eerst even een voorproefje op de zomer. Nijmegen wil namelijk dé zomerhoofdstad van Nederland worden. Deze zondag vindt in de Cinemac de officiële aftrap plaats van het project Summer Capital. Ik ben benieuwd wat Nijmegen volgens het winkelend publiek zo al te bieden heeft in de zomerperiode. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-1. What the fuck say? Nijmegen wil dit jaar de zomerhoofdstad worden van Nederland. Wat vind je daarvan? Vet. Leuk. Ja? Goed idee. Ja. Want het is een leuke stad. Vind ik een goed idee. En waarom? Ja, omdat het hier vol op feest is, hè? Met vierdaagse. Dus, want? Dat zou dope zijn. Want nou, vertel even iets meer. Want dan zouden we meer toerisme krijgen. En meer toerisme, dat betekent dat Nijmegen meer welvaart en meer zielen, meer vreugd. Nee. En ga jij zelf wel eens iets doen in de zomer in Nijmegen? Nijmegen, vierdaagse vriend. Wat denk je zo? En nog meer? Waalstrand, kaai, barbecuen, lekker zwemmen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee, want ik kom zo vrij weinig in Nijmegen. En ik woon eigenlijk in Kuik. Goed, mooi initiatief. Ja? Ja, dat is altijd goed natuurlijk. Hè? Sowieso reclame, denk ik. Dus wat dat betreft zal het wel goed zijn. Ik denk goed idee. Ja? Ja, mooie stad. Ja. Ja. Komt u zelf vaak in de zomer in Nijmegen? Altijd. En waarom vind jij dat Nijmegen nou echt de place to be is in de zomer? Zomerfeesten. Nou, wij gaan naar de vierdaagse feesten meestal al een paar keer. Ja. Ik kom niet uit Nijmegen, dus wij komen van een dorp ver weg. Okay. En dan gaan we meestal hier naar de vierdaagse. De zomerfeesten. Ja. De zomerfeesten. Ja. Nou, wat nog meer? Behalve vierdaagse? Geen idee. Gewoon een beetje door de stad rondlopen, want er zijn hier zoveel bezienswaardigheden, restaurants, cafés. Veel zwemmen. Ja, de sfeer natuurlijk, hè. Ja, dat is helemaal geweldig. Ja. Wat ik ga doen? In Nijmegen? Ja, een keer winkelen, hè. Nou, ik denk dat in de zomer veel mensen graag, zeker als het lekker weer is, naar het strand willen. Of naar het strand gaan. En in Nijmegen is geen strand. Ja, wel het Waal. Ze hebben natuurlijk wel de Waal. Dus op zich zou het best kunnen. En de zomerfeesten, kom je daar wel eens? Nee, want eerlijk gezegd ben ik eigenlijk niet zo'n uitgaanspersoon, maar... Het valt wel eens een keertje te proberen. Oké. Okay. Dus, feesten en gezelligheid en heel veel mensen van ook andere landen. Dus wat dat betreft zou Nijmegen een goede kans maken om de zomerhoofdstad van Nederland te worden. What the fuck say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijd-en-1. What the fuck say? Dan werpen we nog eerst even een blik op de social media van de afgelopen week. Wat waren jullie reacties zoal op het nieuws? Wat tweet het volk? De gemeente heeft afgelopen zomer namelijk 21 miljoen euro betaald aan Hilkman. Van dit bedrag gaan ze hoogstwaarschijnlijk heel weinig terugkrijgen. Grote opkomst bij debat gemeenteraad over Hilkman. Soap rond de miljoenen voor slachthuis Hilkman Nijmegen. Drama voor gemeente. Veldhuis, niet met Hilkman miljoenen naar de Canarische eilanden. Hilkman was gewoon failliet gegaan bij geen hulpgemeente. Hashtag Nijmegen. What the fuck say? Thank God, until now, I don't get this news. But it's officially now, it's in 1 June, this place is closed. So it's very hard to us to understand. Dinsdag vertrokken vanuit Heumensoord wederom 2 bussen met vluchtelingen. Dit keer met bestemming Leusden. Hoewel het voor hen een volgende stap is in de procedure... zijn sommige vluchtelingen teleurgesteld dat ze Nijmegen moeten verlaten. Vluchtelingen teleurgesteld over vertrek uit Nijmegen, hashtag Heumensoord. Inzamelactie voor Heumensoord Nijmegen, deze keer koffers en weekendtassen gevraagd. Vele honderden vluchtelingen uit noodopvang Heumensoord willen in Nijmegen blijven, te horen op inspraakavond Raad Nijmegen. Ik vraag me wel eens af, waar zullen deze 2 bewoners van Heumensoord na juni 2016 verblijven? Hashtag COA, hashtag AZC.
Nijmegen wil na Hummersoort nieuwe noodopvang in de stad. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Wie een nachtje in Nijmegen wilt logeren hoeft niet lang te zoeken naar een slaapplek. De stad belt namelijk uit van hotels. Alleen in de binnenstad zijn er op dit moment al 19 hotels te vinden. En dat aantal loopt alleen maar op. Zo opent dit jaar natuurlijk het grote Van der Valk Hotel in Lent. En openen de eigenaren van Malla binnenkort het nieuwe Hotel Blue aan de Oranje Singel. Afgelopen week was er ook in het lokale nieuws te lezen dat een groot internationaal bedrijf plannen heeft om een hotel van maar liefst 140 kamers te bouwen in de Brabantse Poort. Ik vraag me af of er ondertussen nog wel behoefte is aan nog meer hotels in de stad. Wat vindt het volk? Nou, voor de stad van Nijmegen, ik zie dat hoe... Er zijn in principe al genoeg hotels dan, vind ik. Wordt er ingebouwd in Lent, hè, nou? Mm-hmm. Het is wel een heel hoog obstakel, vind ik. Als je aankomt rijden, is het eerste wat je ziet is het hotel. Dus ja, iets minder. Mij lijkt me dat eigenlijk veel te druk. Daar hou ik me nou niet zoveel mee bezig. Nou, blijkbaar is het nodig. Er komen genoeg mensen hier naartoe en meer hotels trekken weer meer mensen aan. Blijkbaar komen er genoeg toeristen op Nijmegen af om ook die hotels draaiend te houden. Mm-hmm. Geen idee. Als toeristen daarvan komen en er is behoefte, dan van mij mag gebouwd worden, hoor. Ja, ik bedoel, het is fijn dat je al een hoop gasten kunt ontvangen. Maar om op de wet en een hotel te zetten, dat vind ik niks. Je mist dus een hele hoop parkeerplaatsen die dus heel druk gebruikt wordt. En ja, nou ja, ik kom er iedere keer als ik de stad, ik ga hem lopen troppen. Hé, dat is zo. Maar verder, ja, ik weet het niet. Ja, dat vind ik nodig. Waarom? Omdat hotels meer toerisme betekent. En toerisme betekent meer dat er meer dingen gekocht worden en geconsumeerd worden. Ja, dat lijkt me op zich wel goed. Ik denk dat er wel wat meer toeristen misschien nog naar Nijmegen mogen komen. Mm-hmm. Nijmegen is natuurlijk een supermooie stad. Dus ja, dat zou ik wel... waarom niet? Vind je het niet te veel hotels hier in Nijmegen? Ja, ik denk wel dat je ze nodig hebt uiteindelijk. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen komen wonen hier in deze omgeving. Ja. Dus ik denk dat je daar toch niet aan ontkomt. Ga je zelf wel eens naar hotels in Nijmegen? Nee. Ik woon hier in Nijmegen, dus dat is niet nodig. Nou, ik woon in het centrum van Nijmegen en dat is natuurlijk een hotel. We hebben ook een logier die je beschouwt dus mij ook wel een beetje als hotel, Maxi. Dus ik heb mijn eigen hotel, maar ik zou het mensen zeker aanraden. Ja. Ga je zelf wel eens naar hotels in Nijmegen? Of? Nee, want daar ben ik veel te arm voor. Oké, duidelijk. Dankjewel. What the fuck say? Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Geef aankomende week weer je mening over het lokale nieuws via onze Facebookpagina en via Twitter. Tot volgende week! Hattie, 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 ho. Hattie, 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 ho.